Ja, een obsessie. Dat moet het zijn bij die Timmermans. Toch? Obsessie en niet anders. Ja, man is alleen maar in zijn hoofd bezig. Hoe kan ik nou die alleen maar negatief zijn over PVV en Wilders? En hoe kan ik die nou alleen maar aanpakken en afzeiken? En dat is het enige wat hij doet. Heb je gezien nou weer? Ja, had hij zo'n debatje met de Dylan. En dan gaat hij weer. PVV zeus en Wilders zo en heb dat gezegd. Nooit over zijn eigen clubje heeft hij het, Timmermans. Nee, hij gaat nooit vertellen wat hij nou precies van plan is en wat hij nou wil. En hoe het dan verder moet met Nederland. Nee, hij is alleen maar bezig met de andere partij. Slechte adviseurs heeft die man. Oh, niet te geloven. In plaats dat ik hem dat nou even uitleg. En zegt, hé hey, Timmermansje, kom eens even hier. Dan gaan we weer ophouden. Dat gaan we niet meer doen. En dan nog even wat. Als het dan gaat het dus over migratie en asiel. En dan komt hij altijd weer met allemaal cijfers en dit en dat. Want hij wil de grenzen maar opengooien. Hij wil maar, kijk maar eens of we een goed hart hebben en kom maar binnen met je knecht. Ja, dat is Timmermans. Ja, en dan gooit hij met cijfers en er is eigenlijk allemaal niks aan de hand. Maar hij vergeet, en dat is weer slechte adviseurs, hij vergeet dat de Nederlanders, die herkennen Nederland niet meer qua sfeer. Dat zijn ze helemaal kwijt. Daar gaat het de Nederlanders om. Het gaat niet om aantallen en hoeveel. Dat interesseert ze niet. Ze willen gewoon het Nederland dat ze kenden, dat willen ze graag weer. Alsjeblieft terug. Ja, maar dat snapt hij maar niet. Daarom, Timmermans heeft hele slechte adviseurs.